Ja, en bij mij in de studio Wilfried van Dalen van NVA. Goedemiddag. Goedemiddag. Gooien we dat mestactieplan niet beter in de vuilbak? Want er is al een zesde in de maak en er is geen verbetering, integendeel. Ja, in de vuilbak is natuurlijk drastisch. Er moet wel een plan zijn, maar wat we vaststellen, ik stel dat met u vast, we zijn aan de zesde editie toe en eigenlijk de laatste jaren is er geen verbetering merkbaar. Dus mestactieplan 5 hebben wij ook als parlementsleden goedgekeurd. Ik had er toen al niet zoveel vertrouwen in, maar de minister heeft altijd gezegd, nee, dit is een goed plan, dit zal beter zijn dan de vorige. De resultaten zullen beter zijn. Het uiteindelijke resultaat zou moeten zijn dat we nog op 5% van de meetplaatsen in Vlaanderen een overschrijding hebben. Dat is de Europese norm. 5% overschrijdingen. Wij zaten gemiddeld de voorbije jaren in dit mestactieplan 5 aan 20% overschrijdingen. Ik heb het dan over nitraat, dat is een van de stoffen, stikstof. Dus dat bleef stabiel. Dat mestactieplan 5 bracht daar geen verbetering in. Nee. Maar wat zien we nu? De laatste meting, de winter 17-18, daar gaan we ineens naar een gigantische verslechtering. Dus we zitten nu met 28% van de meetpunten waar een overschrijding is. Dit is natuurlijk niet ernstig. En, dit is eigenlijk en waar schort het dan? Ja, dit is eigenlijk ook een loopje nemen met het parlement, vind ik. En ons allemaal als een bende goedgelovige apen in de pas laten lopen, terwijl men resultaten belooft die er echt niet komen. En waar loopt het dan op vast? Waar loopt het op vast? Ja, op van alles, denk ik. Het feit dat men natuurlijk nog altijd te veel bemest. Hè. Daar gaat het uiteindelijk over, dat er nog altijd te veel mest op de velden komt. En dat heeft een reeks oorzaken. Men zegt dan ook altijd, wij gaan meer inzetten op sensibilisering. We gaan die landbouwers beter begeleiden. We hebben er ook een coördinatieinstelling voor de begeleiding, voor de voorlichting. Die worden ook allemaal behoorlijk... daar zijn behoorlijke budgetten voor. Maar als je dan de resultaten ziet, ja, dan denk je, waar zijn we in godsnaam mee bezig? U zegt te veel mest, nochtans, de veestapel is niet toegenomen en er wordt voldoende mest geëxporteerd en verwerkt, begrijp ik toch? Precies, we hebben denk ik nu een overschot van 9 miljoen kilo per jaar, dierlijke mest. Die wordt verwerkt, onze verwerkingsinstallaties kunnen dat aan tegenwoordig en er wordt ook nog geëxporteerd. Maar toch brengen landbouwers nog altijd te veel mest op de velden, omdat zij ervan overtuigd zijn dat dat de opbrengst verhoogt, neem ik aan, wat ook niet altijd en overal zo is. En omdat het de goedkoopste manier is om er vanaf te geraken. Ja, moeten landbouwers sneller op de vingers worden getikt? Joke Schouwvliegen spreekt van, het zijn cowboys. Ja, het zijn niet allemaal cowboys. Hè. Ik denk dat er hier toch, we hebben lang gedacht, het zijn een paar cowboys die de hele zaak verbrodden. Maar je zou toch durven denken, als je dat steeds weer terug ziet komen, dat het ruimer gaat dan alleen een paar cowboys, dat het echt een systeemfout is, dat bijvoorbeeld ook de handhaving gebrekkig loopt. Het is een hele complexe regelgeving, dus het is ook voor die landbouwer niet eenvoudig om het allemaal te doen, zo, volgens het boekje te doen. Maar goed, daar hebben we dan die voorlichtingsinstellingen voor. En de landbouworganisaties en weet ik wat allemaal. Maar dat helpt allemaal niet blijkbaar. Dus het is complex, maar er is ook heel weinig volk om te handhaven. Heel weinig volk om dat allemaal in die complexiteit die er is, om dat allemaal in de gaten te houden. Nochtans hangen er toch ook boetes aan vast, of niet, van Europa? Daar hangen boetes. Uiteindelijk zal Europa Vlaanderen beboeten natuurlijk. Hè. Dus Vlaanderen kan nu wel de landbouwers beboeten die over de schreef gaan. En zo zijn er wel wat. Er zijn bijvoorbeeld nog altijd 1100 en zoveel landbouwers die te veel dieren hebben. Er zijn denk ik slechts 155 boetes uitgeschreven de laatste tijd voor overtredingen. Net omwille van die complexiteit. Ja, van de dus men gaat vaak aanmanen. Alvorens men echt boetes oplegt, gaat men vaak aanmanen. Nu, ik heb er ook niks op tegen als het maar resultaten geeft op het einde, maar die zien we dus niet. Nu, Europa zal uiteindelijk Vlaanderen beboeten als we die 5% niet halen. We vragen dat telkens wel weer uitstel. Nu hoopt de minister, denk ik, dat ze nog uitstel krijgt tot 2027. Maar dit is allemaal geen oplossing. We moeten echt vandaag of morgen resultaten boeken. En dat hebben we de voorbije jaren niet gedaan, wel in tegendeel. Ja, dat zal een grote inspanning vragen, want we zitten nu aan 28% dat de nitraatnorm wordt overschreden, moet naar 5. Hoe ziet dan een ideaal mestactieplan er volgens u uit om snel die achterstand bij te benen? Ja, ik ben geen wetenschapper. Hè. Er zijn heel veel mensen die dat helemaal van binnen en van buiten kennen, die ook
ook die bodem kennen, die weten wat daarmee gebeurt, hè, die weten welke gewassen welke resultaten geven op welke bodem. Als men al die wetenschappelijke kennis nu eindelijk eens ernstig neemt en niet telkens weer de kantjes eraf loopt en telkens weer allerlei redenen gaat zoeken, en dat doen de sectororganisaties ook wel vaak, hè, die zijn altijd allerlei redenen om toch maar die wetenschappelijke zekerheden op de helling te zetten, ja, zo gaan we er niet geraken. Waar men ook altijd naar wijst, is de weersomstandigheden. Het is altijd, als het over waterkwaliteit gaat, is het altijd te nat of te droog. Ja, maar dus dat hebben we zelf niet in de hand. Dus wat dit betreft is het een droge periode geweest. En dus is het daardoor dat die overschrijdingen zo hoog zijn. Ja, eigenlijk als je zo'n mestactieplan hebt, moet dat, wat wij dan zeggen, weerbestendig zijn. Weatherproof. En moet men, los van welk weer je ook hebt, moet men zorgen dat die milieukwaliteit goed is. Oké, en u gaat daarvoor ijveren. Dankjewel, Wilfried van Dalen. Dankjewel. Bedankt voor het kijken. Stem morgen zeker af om 14:00 voor Studio Vlaams Parlement voor het Vragenuurtje. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.